Sergio Hermans zeekraal risotto met kappertjes en koffie. Rasp 1,5 citroen en pers 1 helft uit. Maak eerst de kappertjes vinaigrette. Doe 40 gram kappertjes, 40 gram fijngesneden groene olijven, 40 gram gesnipperde shallot en 1 eetlepel fijngesneden platte peterselie in een kom. Voeg 2 eetlepels rode wijnazijn, 6 eetlepels olijfolie, het citroensap en een derde van het rasp toe en roer goed door. Zet apart tot gebruik. Fruit 2 eetlepels gesnipperde shallot en 1 fijngesneden theeknoflook 3 minuten in 2 eetlepels olijfolie. Doe 150 gram risotto rijst erbij en bak 3 minuten mee tot de korrels glazig zijn. Voeg 150 ml witte wijn toe en roer tot deze is opgenomen. Voeg scheut voor scheut een halve liter hete kippenbouillon toe tot de rijst bijna gaar is. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Proef tussendoor. De rijst moet zacht zijn, maar nog een beetje beet hebben. Snijd 220 gram zeekraal klein en houd de topjes apart. Neem de pan van het vuur. Voeg 50 ml room, 1 eetlepel gezouten boter, 5 eetlepels geraspte parmezaanse kaas en de rest van de olijfolie toe. En laat 10 minuten afgedekt staan. Voeg 50 gram kappertjes vinaigrette en de zeekraal, niet de topjes, toe. En roer voorzichtig door. Verdeel de risotto over 4 borden en steek er de topjes zeekraal in. Breng extra op smaak met het citroenrasp. Bepoeder met 20 gram vers gemalen koffie. Zo maak je Sergio Hermans zeekraal risotto met kappertjes en koffie.